12.091 deelnemers zijn in actie gekomen tijdens de Nationale Natuurwerkdagen. Wilgenknotten, bomen planten en insectenhotels bouwen. Er zijn allerlei klussen in de natuur waar wat extra handjes wel van pas komen. Zo ook in Nijmegen, waar vrijwilligers het moeras van Natuurtuin de Goffert hebben opgeschoond. Het is een jaarlijkse klus voor de Natuurtuin Goffert in Nijmegen. Het moeras zit vol met holpijp en lisdodden die langzaam het moeras overnemen. Daarom moeten ze grotendeels verwijderd worden, zodat het ook een moeras blijft. En daar kan de Natuurtuin wel wat hulp bij gebruiken. Die lisdodden, die verlandt de boel. Dus als we dat zouden laten staan, dan zou het betekenen dat we een eiland hebben in plaats van een moeras. En ja, er leeft ook van alles in dat moeras. Dus het is ook nodig dat het jaarlijks geschoond wordt. Een moeras opschonen is zwaar werk, merken ook de vrijwilligers. Het is niet het lichtste werk wat je kan doen. En hoe gaat dit? Je moet het eruit spitten? Ja, klopt. De wortels zitten best wel diep. Het is wel taai hier onderin, dus je moet ze goed losfrikken en dan hopelijk met de wortel en al eruit trekken. En word je zelf ook vastgezet? Je wordt wel vastgezogen in de grond. Ja. Je moet moeite doen om zo weer in beweging te komen. Zo zwaar karwei. Ja, dat is zeker zo. Maar ja, het is ook leuk. Ik bedoel, je kan ook lachen, want soms dan blijf je plakken en dan val je bijna om en dan, nou ja. Of het spettert. Nou ja, het is gewoon ook prima. Maar het is heel zwaar werk. Het ruikt wel. Ja, een beetje als je in die mollen gaat, een beetje gaat spitten, dan komt er wat drap naar boven. Hè? Maar het is wel gezond. Modder is altijd gezond. Er zit heel veel leven in. Stekelbaarsjes, kikkervisjes, van alles. Salamanders zelfs. Dus, die hebben het nou rustig. En die zullen we voorlopig even niet zien met dit troebel water, denk ik. Voor de Natuurtuin zijn dagen van landelijke acties nodig om grote klussen aan te pakken. De Natuurtuin heeft een eigen team, maar de extra handen maken groot onderhoud een stuk makkelijker. De meeste mensen die vanmiddag er zijn, zijn speciaal voor deze dag. Er zijn ook mensen uit onze eigen ploeg, gelukkig, want die kunnen wat dingen voordoen. Hè. Dat is gewoon fijn, als die weten gewoon alles. Dus dan, als er iemand iets vraagt, dan hoeft het niet alleen naar één persoon te gaan. En ik had best veel aanmeldingen voor vandaag en morgen met onze ploeg erbij. Vandaag en morgen samen, 39 mensen. Dat is best veel. Dus dat vind ik heel erg fijn.